Ja, ik een shot maken waarvan dat de enigste reden is omdat ik wil zien hoe verbind mijn recht is. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag. Vandaag ben ik vrij, maar vanmiddag moet ik wel nog even afscheid gaan nemen van een collega. En dan heb ik dit jurkje van H&M. Ik ga het misschien eens tonen in een volledige outfit. Tada! Het is lekker zomers, lekker flowy. En het temperatuurverschil met gisteren is echt niet normaal cool. Nu kan ik hier gewoon staan zonder met dood te zweten. Ik heb een aantal dingen gedaan die echt al super lang op mijn to-do-listje stonden. Zoals mijn boekjes doorbladeren, mijn post in orde doen, dingen betalen. Mijn kastiketjes is uit mijn portefeuille halen. Al die dingen. En nu gaan we kijken voor de rest van de afwas mooi op te bergen. En mijn rugzak te maken om straks te vertrekken naar het afscheid van mijn collega. En ja, ondertussen ben ik al super veel video's aan het kijken op YouTube. En deze morgen heb ik ook stukjes gefilmd voor de intro van mijn verhuisvlogs. Net even iets meer met zonnecrème, want ik ga fietsen naar het werk. Dus. Tada! Ik zie jullie straks terug. Ik ga daar niet filmen, maar ik zie jullie straks wel terug. Ik ga ook nog even naar de Koolhuis straks om een paar kleine boodschappen te doen. Helemaal naar mijn werk gefietst. Echt super trots op mezelf. Dat is wel echt vermoeiend, want in het doorgaan was het nog redelijk warm. En in terugkeren had ik echt heel erg veel wind. Daar had ik nog een mini ommetoer gemaakt. Nu ga ik alweer weg. Nu ga ik nog een beetje in de bibliotheek gaan werken. Aan zij of haar. Het is 1.5 uur in de bib werkt en ik moest vertrekken omdat mijn batterij leeg was voor mijn laptop en ik mijn lader was vergeten thuis. Gelukkig was dat gisteren niet het geval. Gisteren zag ik een boek liggen en ik kon natuurlijk vandaag niet mezelf inhouden om het mee te nemen. Tijd om te koken. Ik ga vandaag voor een quiche. Ik heb net wat aloe vera op mijn rug gesmeerd, want ik ben super hard verbrand op mijn rug. En dat schijnt heel goed te zijn tegen zonnebrand. En ik heb heel veel planten, dus. Mocht je toevallig twijfelen om een huisplant te kopen en vraagt je af welke moet je kopen, dan moet je... Kijk, wow. Hoef verbranden, hè. Maar we gaan verder met... Oh, mijn zegt je ook. We gaan verder met het verhaal. Dan moet je aloe vera kopen. Aloe vera is namelijk een plant die zichzelf herstelt. Die niet super veel water nodig heeft. Dus het is redelijk moeilijk om hem te laten doodgaan. Niet onmogelijk. Want er zijn altijd mensen die het kunnen. En het is gewoon heel erg handig omdat je het voor veel dingen kan gebruiken. Zoals als je verbrand bent. Of voor verzorgingsproducten of voor je haar. Eigenlijk voor alles wat. En nu ga ik nog wat aftersun smeren, vooral mijn gezicht dan. Want ja, ik kan niet echt over heel mijn rug. Ja, ik ga een shot maken waarvan dat de enigste reden is omdat ik wil zien hoe verbind mijn recht is. En hopelijk ga ik dat nu zien. Amai, dat is van mis. Ik heb hier ook een klein beetje aan mijn
borst. Kijk hoe ver ik raak op mijn schouders. En denk dat ik straks terwijl ik een verhaal verder in mijn boek lees, ga ik denk ik dat de schouder op mijn rug leggen, want mijn rug heeft het warm. Ik ben trouwens zo'n enorme sukkel die zich minstens één keer elke zomer verbrandt. Dus dit is niet het ergste, bij lang niet het ergste dat ik heb meegemaakt. En ik was een keer in Sunparks, de Haan. Denk vorig jaar of het jaar ervoor. En ik besloot om een uurtje of twee naar het strand te gaan. Ik ben zelf niet langer op het strand geweest. En ik was rood, maar veel roder dan dat. En al het broebelbad deed pijn in het zandpark. Het zwemmen deed verschrikkelijk veel deugd. Maar het broebelbad was echt de hel. Ik ga straks ook even het topje uittrekken. Omdat ik dan, ja, want ik over heel mijn rug kan. Dit is pijnlijk.